Ja, Maud Megens, gisteren nipte nederlaag, vandaag een gelijkspel tegen Italië. Ja, wat kan je daarmee zo ter voorbereiding op 2K? Nou, ik denk dat het een goede tegenstander is om tegen te oefenen. Gewoon een gewaagde tegenstander, goede ploeg. En zeker goede schutters, goede met force. Dus ze hebben van alles wat. En als verdediging moet je daar heel erg aan aanpassen. Dus ik denk dat het voor ons alleen maar helpt om beter te worden en richting het WK een goede voorbereiding te hebben. Ja, is dit dan essentieel voor een goede voorbereiding, zo'n toernooi nog even in Rotterdam vlak voor het WK? Ja, dat geloof ik wel. Het is ook lekker dat het gewoon thuis is. Dat je niet nog moet vliegen of ergens anders naartoe. Thuisbad, je hebt publiek. Je proeft toch een beetje de sfeer van het WK en hoe het gaat zijn met mensen op de tribune en tegen goede tegenstanders. Hielp dat echt? Oranje gevulde tribune. Jij bent natuurlijk al in je thuisstad Rotterdam. Hou jij dan zelf daar nog voordeel uit? Ja, ik vind het natuurlijk superleuk als er enthousiaste mensen op de tribune zitten. Ja, dat geeft je wel een extra steuntje in de rug. Tuurlijk, je hebt met de meiden onder elkaar dat je elkaar op hebt. Maar als je dan ook nog eigenlijk een achtste man hebt die je probeert aan te moedigen, dat is altijd leuk. 4 goals vandaag. Tevreden met hoe jouw vorm op dit moment is? Ja, ik ben wel tevreden. Ik moest vandaag wel een beetje inkomen. Het is toch aftasten ook met die nieuwe regels en hoe je ermee omgaat. En wanneer scheidsrechters wel of niet fluiten. Dus ik had er zelf af en toe nog wel een beetje moeite mee. Maar ik ben blij dat ik richting het einde toch nog mijn steentje bij kon dragen. En dat het een gelijkspel is geworden. Ja, want die nieuwe regels, hè, kan je even kort uitleggen wat nou de belangrijkste veranderingen daarin zijn? Ja, je hebt gewoon een stuk sneller spel nu, omdat bij een vrije bal mag je hem eigenlijk meteen meenemen en op het doel schieten. Keeper kan mee naar voren. Aanvallen als je een corner schiet is nog maar 20 in plaats van 30 seconden. Dus het moet gewoon allemaal een stukje sneller, tandje erbij, meer focus. En je moet ook maar afwachten of een scheidsrechter wel of niet fluit, want het zijn nieuwe regels en soms wordt het nog niet toegepast. En dat is heel erg aftasten. Vind je dat een positieve verandering of is dat nu nog te vroeg om te zeggen? Voor mij persoonlijk is het wel een positieve verandering, want het spel is wel minder fysiek geworden. Het is veel meer bewegelijk en voor schutters en voor creatieve speelsters. En minder voor het echt fysieke geweld en één-op-één situaties. Dus ik ben er wat dat betreft wel blij mee, maar sommige andere meiden denken daar anders over. We zijn nu in Rotterdam, jouw thuisstad. Je speelt natuurlijk competitie in Amerika. Ja, hoe vaak ben jij dan eigenlijk nog hier in Rotterdam? Nou, alleen als ik word opgeroepen voor het nationale team. Als Arne zegt, je moet terugkomen bij wedstrijden. Anders blijf ik daar eigenlijk het gehele jaar om naar school te gaan en daar te spelen. Maar ik ben altijd blij om weer thuis te komen. Warm welkom en heerlijk zeker om hier nu in Rotterdam te zijn. Dus je mist je thuis dat wel eens als je daar in de Verenigde Staten zit? Oh ja, zeker. Gewoon een lekker Hollandse nuchterheid, gezellig met z'n allen. Dat mis ik daar wel. En het WK, 14 juli, de eerste poolwedstrijd voor jullie. Ja, zijn jullie er klaar voor? Hoe staan de Nederlandse waterpolodames ervoor? Ja, ik denk wel dat we er zeker klaar voor zijn. We zijn goed op elkaar ingespeeld. Het is echt een puntje op de i zetten nu. En met elkaar vooruitkijken en wedstrijd voor wedstrijd de dag benaderen. Is het doel heel simpel het WK winnen? Nou, het WK winnen zijn heel veel goede ploegen. Dus ik denk dat we als doelstelling met elkaar top 4 hebben gezegd. En natuurlijk, als je die top 4 bereikt, ga je altijd voor dat Olympisch ticket. En voor een WK-titel. Maar het is wel echt lastig om zeker bij de wereldtop te zeggen van we gaan een medaille halen. Maar je gaat als atleet natuurlijk altijd voor het hoogst haalbare. Dat Olympische ticket, hè, is dat dan in jouw ogen extra druk? Dat het nog meer druk op tot prestatie omdat er nou eenmaal ook een Olympisch ticket te halen valt naast de WK-titel? Of is het juist een extra motivatie? Ja, voor mij is het meer een extra motivatie. Wat dat betreft presteer ik meestal iets beter onder druk, want er staat er echt wat op het spel. En ik denk dat er wel de meeste meiden in ons team zo zijn. Het is dan toch een extra focus, een extra motivatie. En op dat moment is het echt alles of niet. Vanavond nog tegen Spanje. Vind je dat lekker eigenlijk, 2 wedstrijden op 1 dag? Lekker. Ik vind dat het goed voor ons is, omdat we ook moeten weten hoe het is om moe te worden en te blijven gaan. Maar het liefst is het toch wel gewoon 1 wedstrijd waar ik me dan kan focussen en niet met te veel dingen tegelijk bezig zijn.